Volgend jaar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar en dat wordt groots gevierd. Wel een maand lang van 15 mei tot en met 15 juni. Morgen gaat de kaartverkoop voor de evenementen van start en iedereen is welkom. Niet alleen studenten, maar ook oud-studenten, stadjes en ommelanders. Het thema For Infinity past goed bij het bestaan van de universiteit. Wij willen natuurlijk als universiteit nog heel lang bestaan en we bestaan al 400 jaar. Dus dat geeft de oneindigheid eigenlijk al aan. Een maand lang wordt er feest gevierd. Er staan verschillende dingen op het programma. Nou, het zijn hele verschillende evenementen, van theatervoorstellingen. Het zijn een gala bijvoorbeeld zou het kunnen zijn. Of meer wat wetenschappelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld in publieksacademie, kinderuniversiteit of debatten. Nou, dat zijn onderdelen, maar ook sport is heel belangrijk voor ons. Genoeg sportevenementen, zoals de Lauwersloop, maar ook de Walk for Infinity. Ja, en daarvoor gaat de kaartverkoop binnenkort starten. De 400-jarige geschiedenis van de universiteit kent zo zijn hoogtepunten. We hebben bijvoorbeeld de eerste studenten die afgestudeerd is, Aletta Jacobs, hier gehad. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi voor de universiteit. Maar ook de Nobelprijswinnaar Zernike is natuurlijk een hoogtepunt. Maar zo zijn er nog vele. En het mooie is, dat komt ook allemaal weer terug in het theaterspektakel. Wat wij samen met het Noord-Nederlands Toneel organiseren. Dus daar zie je ook weer allemaal highlights in terug. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk om te bekijken. Vanaf morgen kan iedereen kaarten bestellen via de website www.rug400.nl.